De krant brengt de leugens in het land. Dat zei mijn vader dus, inmiddels overleden. Hij was 35 jaar, zat hij in het onderwijs ongeveer. En die zin zei hij iedere week. Soms iedere dag, soms ieder uur. Want mijn ouders waren geabonneerd op twee kranten. De Volkskrant en het Brabants Dagblad. Want het was gewoon. Het was normaal. Het hoorde erbij. Lekker krantje erbij in de serre. Je weet wel hoe dat gaat. Hij was ook nog schaker, dus ook nog een schaakbordje erbij. De rode pen in de hand. En zo las hij de krant. En een krantje delen, hè. De voorpagina en jij de sport. Oké. Het is dat ding. Het is dat stukje papier. Het lijkt al eeuwen oud en het is nog steeds hier. Maar ja, we denken nu, we kunnen echt wel zonder. Want met het internet kregen wij een wereldwonder. Een doodzonde voor zoveel banen om ons heen. Ik werk nog in een drukkerij, ook al lijkt het met één been. En ik denk meteen, wie hebben nog abonnementen? Zijn het 40-plussers? Of bijna dementen? Het kost ook centen. En dat in deze tijd. Crisisperiode zet geen zoden aan de dijk. En dat is een feit. Maar toch, het hoort erbij zonder krant. Nee, geen verhalen in de rij. Bij het koffieapparaat in menig bedrijf. Of bij de voedselbank of bij Blijf van mijn lijf. Zelfs een dakloze heeft anders niks meer te verkopen. Met zijn iPhone in de hand en zijn ander handje open. En check kopen. Of misschien een hele slof. Waar doe je dat? Juist, bij de krantenkiosk. Dat is ook weer zoiets. Moeten we die dan ook gaan missen? In de toekomst kijken is alleen maar gissen. In 2006 werd ik papa voor het eerst. Een baby in couveuse en de nachten deden zeer. Veel huilmomenten en het lijkt nog maar net. Nu 8 jaar later leest mijn dochter alleen maar op de iPad. En dat is pret. Maar wordt zij later abonnee van de BD, Volkskrant of misschien wel AD of NRC? Ik denk nee, ik ga er mijn best voor doen. Ik ben tenslotte drukker, want de rapper krijgt niet zoveel groen. Een dikke zoet voor haar, als ik later zie. Een krantje in haar huis, op de tafel naast de wie. Want het ruikt zo lekker, vooral als je snel bladert. Maar ja, ik hoor nog steeds de woorden van mijn vader. De leugens in het land, zelfs op de voorpagina. En alweer wat spelfouten, nu al heel radicaal. En met de rode pen in de hand las hij de krant. Met een lach op zijn gezicht en de koffie in zijn hand. Roer het in zijn kopje, schud het met zijn hoofd en lach het onderuit. Want ze hebben weer gelogen en een ingezonden brief, die bleef ook altijd uit. Waarom zou je die nog schrijven? We lachen het eruit tegen moeders de vrouw en klare stenen been. Maar de volgende dag weer op de mat, hij pakte hem meteen. Heerlijk die krant, mooi gevouwen en hop. Alweer een dikke taalfout in die eerste krantenkop. Maar ik hoop dat al die fouten zullen blijven. Het zijn namelijk, ja, gewoon mensen die blijven schrijven. En schrijven, ook al is het op het net. Het was mijn vaders pret. En voor al die journalisten, dan had hij respect. En zo is het maar net. Ja, ja, altijd handig een krantje, weet je wel. In de goede kliko onderop, dan wordt de kliko niet zo vies. What's wrong with the world today? Luister naar Prince. Things just got to get better. Laat die handen even gaan. Show me what the leaders say. Wat gaan ze doen? Maybe we should write a letter. En Koen Grote zal RMC niet zijn als ze toch een beetje feest gingen bouwen, jongens. Jullie mogen gaan staan als jullie willen. Gooi je handen in de lucht, zeg ho! Zeg yo! Zeg ho ho! Het. Als ik zeg B, zeggen jullie D. B, B. Als ik zeg B, zeggen jullie D. B. Hey! D, B. B, B. Zeg yo! Zeg ho ho ho! Ik geef respect naar iedereen die echt is. Je kan forget, we need it to practice. Je eigen shit te laten zien wie je bent. Anoniem of ben je bekend, yo. Maakt niet uit, pap, maakt het groovy. Je komt uit je teen op de een, dan ze hoeft niet, het gaat vanzelf. Je kunt niet stilstaan, koud, zweet zelfs uit de wil naar het oog. En je wordt de junkie, zelf willen wangen, zal het maken, funky. Een maxi maken, maximaal op de vloer. De bent 7 en dan staat aan het roer. Dik voor elkaar, niks aan de hand. Iedereen op de een, dan schept de band. We zijn hier bij je, Brabants Dagblad. En dat is aan de hand, dus zing maar mee. Er is niks aan de hand, yo, met de krant. Met de krant in de hand, gaan we door het land. Aan de kant, yo, we komen eraan. Brabants Dagblad, ze al de bos staan. Niks aan de hand, yo, met de krant. Met de krant in de hand, gaan we door het land. Aan de kant, yo, we komen eraan. Brabants Dagblad, ze al de bestaan. Als ik zeg B, zeggen jullie D. B, 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 zeg hey! Thank you.
Dank u wel. Dank je wel, Kunt.